Een beweging moest gaan door. Het mag niet stoppen. Dus mensen, u moet niet teleurgesteld zijn wanneer uw leider vandaag op dit moment vanwege omstandigheden niet hier kan zijn. Hij heeft ervoor gezorgd dat zijn partij op een zodanige hoogte is dat we op dit moment in Ikeri kunnen vergaderen. We kunnen vergaderen in Marowene, in Sipaliwini, in Wanika, in Komowene. En geen enkele andere partij kan dat doen zonder hun leider. Laat dat duidelijk zijn. Geen enkele partij is in staat te vergaderen zonder hun leider. Laat de VHP gaan vergaderen in Ikeri zonder Santokki. Laat de NPS vergaderen in Paramaribo zonder hun leiders. Ze gaan weer komen. Want 8 december speelt niet meer. Het spreekt de jongeren niet aan. Ja? De veroordeling van Nederland, de politieke veroordeling van onze leider, is een grap geworden. Het spreekt ons volk niet aan, want wij leven hier met elkaar. Wij moeten het samen doen en niet die mannen aan de Noordzee of daarbuiten. Wij gaan het samen moeten doen. En ze gaan weer komen dit jaar. Niet met 8 december. Niet met die veroordeling. Want ze hebben niks. Maar Oedaai, ze gaan komen met zijn zoon Dino Boutersen. Het buitenland is weer bezig om complot te smeden tegen onze leider. En we moeten paraat staan om dit ook af te wijzen en af te weren. Met alles wat ons ten dienste staat om te zorgen dat onze volksleider weer de komende president wordt voor de komende 5 jaar. Dat is de opdracht die ik heb meegekregen om nu de partij wederom in een positie te gaan leiden naar de verkiezingen. En ik vraag aan u, wij hebben nu nog 115 dagen tot 120 dagen te gaan. Het is zo gepiept. Maar met eiguno, uno las bribi en uno tapu ai. Want de pa, ze zullen alles gebruiken. Ze zullen alle laden opentrekken om met vuil te smijten. Om u aan te geven dat de NDP niet goed is. Wanneer de NDP in een verkiezing gaat in een combinatie, dan heeft die combinatie 1 presidentskandidaat. En geen 7 presidentskandidaten. Als je ballen hebt, kom met je presidentskandidaat en zeg wie de man is. Maar kom het volk niet verleiden. Ja? Je misbruikt het volk door alleen maar valse informatie af te geven. Terwijl jullie weten dat Santokki jullie presidentskandidaat is. Kom ermee, zeg het zoals wij van de NDP en de combinatie zullen aangeven. Boutersen is onze presidentskandidaat. 100. Met andere woorden, de strijd van 2015, 25 mei is of Boutersen president of Santokki president. Andere smaken zijn er niet. Maar ik leg wel uit. Stemmen op een andere organisatie dan de NDP is stemmen voor Santokki als president. Laat het gezegd zijn. Ik, Abraham, zeg dat. Iedereen die stemt op een andere partij stemt voor Santokki als presidentskandidaat. Trouwens, het wordt ook aangegeven. En men komt nu zand strooien in de ogen van de mensen door 6 en 7. Meneer Sapoen, meneer Rusland, meneer Waterberg. Hey, what the? Hey! 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 Ja, dan nog. Laten we serieus omgaan met dit land. Het zijn de belangen die spelen. En wij hebben geen tijd om terug te gaan. We hebben geen tijd om terug te gaan om tijd te verliezen.